Nous sommes ici dans une maison à Bruxelles qui vient d'être vendue. Le propriétaire nous a demandé de la vider. Et la première chose à faire, c'est commencer à faire un inventaire et faire l'évaluation des objets qui se trouvent dans cette maison. In dit huis hebben drie opeenvolgende generaties gewoond. En dat voelt men echt in de versiering en de decoratie van dit huis. Er zijn stukken die dateren uit de bouwperiode van dit huis. Er zijn oudere collectievoorwerpen. En er zijn ook hedendaagse schilderijen. Une pièce qui saute aux yeux quand on rentre dans cette maison, c'est cette sculpture de Josué Dupont, un artiste belge, sculpteur du début du XXe siècle. On voit un serpent qui attaque une lionne en plein action. J'ai mis une estimation de 10 à 15 000 euros sur cette sculpture. In het salon bevindt zich een schilderij van de Belgische kunstenaar Van Bree. Het is een kunstenaar die in China gereisd heeft en dit is één van zijn werken die hij daar gemaakt heeft. Het is zwaar beschadigd, u ziet dat hier, maar door het onderwerp denk ik dat de Chinezen heel erg geïnteresseerd zullen zijn in dit werk. De schatting is ongeveer 1000-1500 euro, maar met een beetje geluk kan het een stuk hoger gaan. C'est un vase en fait qui date de l'époque Art Nouveau par le maître verrier Dôme qui était assez connu à cette époque-là. J'ai mis une estimation de 2 à 3 000 euros sur ce vase. Als ik een kandelaar zoals deze zie, dan denk ik onmiddellijk is dit zilver, massief zilver of verzilverd metaal. Ik ga eventjes zoeken naar de stempels en ik zie hier de stempels op deze kandelaar. Het zijn Engelse stempels uit de 19e eeuw voor massief zilver en vandaar dat ik er een schatting van 1500 à 2000 euro op zet. Ça c'est un cartel d'époque Napoléon III. Malheureusement pas d'époque. S'il était d'époque, ça valait entre 5 et 8 000 euros. Comme il est Napoléon III, je mettrais une estimation entre 1 000 et 1 500 euros, plus ou moins. Dit zijn schijnbaar vazen, maar het zijn eigenlijk wierookbranders. U ziet het aan de gaten in het montuur en gaten in het porselein. Ik zie een merkteken. Dit is het merkteken van Sèvres, een belangrijke porseleinproducent in Frankrijk. En door de mooie kwaliteit van deze stukken zou ik er een schatting van 1000 à 1500 euro op zetten. C'est des petits singes musiciens que Meissen a fait au 18e et 19e siècle. Si c'est bon, ça vaut à peu près 10 à 15 000 euros. Aïe, 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 c'est malheureusement pas du Meissen. C'est une porcelaine de Saxe. Ça vaut à peu près 1 000 euros, donc un dixième de cette valeur. Ik sta hier tussen twee Chinese troonstoelen. Als de Chinezen het echt willen, zal het een hoge prijs kunnen opbrengen. Ik heb er een voorzichtige schatting van 1000 à 2000 euro op gezet. Dans cette maison, j'ai fait un inventaire de 230 lots avec leurs estimations. Il nous reste à numéroter et à emballer. De veiling van schilderijen, beeldhouwwerken en collectievoorwerpen zal plaats hebben op 6 en 7 december. Het meubilair, de lusters en de andere stukken zullen in onze veiling van april 2023 aangeboden worden.